Het is maandag en het is Koningsdag. Woehoe. Ik ga donderdag een Girena-spiraal laten zetten. Pijn, echt heel veel pijn. Ik ben bijna aan. Heb je die verkocht, zegt hij. Goedemiddag, het is maandag en het is Koningsdag. Woehoe, we hebben er echt super veel aan. Nee, wij gaan vandaag lekker picknicken samen. We hebben nu wat drinken in de vriezer gegooid. We hebben een koeltas gekocht. Hier, er zit een beestje op de neus. Ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga denk ik zo even een stukje editen van mijn day in my life. In mijn life. Want dan moest ik ook nog even editen. Dus ja. Wij gaan bingo spelen online en vrienden van ons organiseren de bingo. Hoi, goedemorgen. Het is echt al best wel laat voor mij doen. Het is al 10:50. Ik werd heel laat wakker. Ja, ik ben nu even ontbijt aan het maken. Ik ga eten een broodje hummus met pesto en een broodje roomkaas met kaas. Vind ik wel lekker. En ik neem mijn lenzen helemaal goor. Nou. Ja, jullie zien het niet, ik zag het wel. En ik ga eens eventjes bij sensen.info. Dat is een site over met informatie over seks, maar ook anticonceptie, SOA's, al dat soort dingen vragen hoe het kan. Want ik ga donderdag een Girena-spiraal laten zetten. Dat is een nieuwe versie van de Mirena-spiraal. En daar zitten dus hormonen in. Maar ik wil even vragen, zeg maar, ik zie heel veel dat vrouwen zeggen, ja, ik krijg bijwerkingen, dat komt door één bepaald hormoon die erin zit, maar die zit ook in mijn pil. Maar dat ze dan toch heel veel buisjes krijgen. Dus ik denk van, goh, ik wil weten hoe dat kan. Want zoveel verschil is het toch niet, alleen dat je minder hormonen krijgt. Maar dat ze dan toch last krijgen van al die hormonen. Terwijl voor mij zullen het dezelfde soort hormonen zijn, alleen minder. En die site heb ik al een keer eerder ontdekt. En al een keer eerder een paar vragen aangesteld en dat is gewoon super chill. Want je kan wel alles op internet zoeken, maar dit zijn gewoon experts die er antwoord op hebben. Dus ja. Oké, ik heb eventjes gedoucht al een tijdje geleden, maar gewassen en heeft mijn tanden gepoetst. Ik heb wel echt nog steeds buikpijn, omdat ik echt wel flink ongesteld ben. Het is echt de tweede dag of zo. En ik ga denk ik even een beetje het huis opruimen. Er is echt heel veel was. Ik zal het even laten zien. Dit allemaal is was. En eigenlijk moet ik ook de afwas even doen. Kortom, er moet heel veel gedaan worden. Maar ja, ik heb verder voor school niet heel veel te doen. Er moet even een enquête in Google Forms gezet worden. En dat is het eigenlijk. Dus dat valt best wel mee. Ik loop dit rondjes. Dat moet ik niet doen. Dat is vervelend voor jullie. En ik heb net mijn Day in My Life op YouTube gezet. En ik ga morgen mijn weekvlog editen. Dus dat is het gordijn open doen trouwens. Onze aloe vera plant is trouwens helemaal aan het doodgaan. Want we hebben hem een keer te veel water gegeven en verkeerd omgepot. Oh. Nee, dit is echt een hel. Oh. Mm. En ik heb direct trouwens blonder ben geworden door de zon. Dus ik hoef mijn uit gewoon niet meer bij te werken. Zo, het lijkt een beetje oranje nu. Wow. Oké, dat is gek. Wat ik nu ga doen is even de badkamer. In ieder geval eerst even de was erin doen. Dan ga ik de badkamer even een beetje schoonmaken. En moeten ze gewoon lekker met YouTube kijken. Ik ga het gewoon allemaal op mijn gemakje doen. En ik moet even een pijnstiller nemen. Want ik ben zo iemand die dan last heeft van buikpijn door ongesteldheid. Maar vergeet iets in te nemen. Nou, super dom. Dus dat ga ik even doen. Dit is weer de Gado Gado. Die hadden we vorige keer ingevroren. Dus die staat klaar. En nu ga ik even chillen. Ik heb de hele kamer stofgezogen ook. En dus de badkamer schoongemaakt. En alles in de was gedaan. En was moest. En we eten weer Gado Gado. Allebei een eitje erbij. Twee eitjes bedoel ik. Super lekker. Nu hoefde ik alleen maar de saus even op te warmen. Dit gedeelte dus. En dit heb ik weer vers eventjes gemaakt. Dit en dat. Oh ja, Steven is thuis. Die is lekker de kaars aan het aandoen. Kijk, oranje tampoes. Ik heb best wel last van ontstoken tandvlees. Best wel snel. En de tanden zijn dicht. Dus ik probeer weer extra goed hiermee te rageren. En mijn lippen waren al droog. Dus ik heb ook eventjes
zo'n scrubje gebruikt. Die volgens mij niet meer zo heel goed was. Als in suiker wat erin zit, wat het scrub maakt, was volgens mij gesmolten. Wij gaan nu naar bed. We hebben allebei lopen rageren. En het doet altijd wel een beetje pijn. En morgen wil ik eigenlijk mijn weekvlog editen. Mijn cover opnemen. In ieder geval weer een stukje. Want ik was vorige keer niet zo blij met hoe het ging. En dan stop ik meestal. Dan denk ik, nou, misschien gaat het een andere keer weer beter. Oh, ik heb ook echt pijn in mijn tanden. Nou, wellicht. Ik moet de Alif halen. Ik moet Alif halen voor donderdag tegen buikpijn. Tijdens het zetten van het spiraaltje. En dat is het eigenlijk. Auw, mijn lippen doen pijn, dat is het. Maar meer pijn alsof er een puist ergens daar zit. Dat is wel gek. Maar ja, dat is het eigenlijk. Dus wij gaan slapen. En ik heb al echt sinds vrijdag geen make-up op. En ik vind het wel lekker. Niet aan buiten heel veel rustiger van wordt, maar... Ja, ik vind het gewoon chill. Maar morgen doe ik misschien wel weer wat op. Maar misschien ook niet. Nou, wij gaan lekker slapen. Zie jullie morgen. Goedemorgen. Ik heb gisteren niet gevlogd. Het is vandaag donderdag en ik ga vandaag om 2 uur mijn spiraaltje laten zetten. En ik slaap al 2 dagen super slecht omdat ik het gewoon zo eng vind. En ik was gaan slapen met hoofdpijn. En ik werd wakker met hoofdpijn. Dus ik neem nu paracetamol. En Alif, ik neem even... Oh nee, Alif neem ik nu nog niet trouwens. Alif neem ik... Ik neem er 2 voordat ik mijn afspraak heb. 2 uur van tevoren, dus om 12 uur. Ik heb er echt geen zin in. Logisch. Ik ga nu even ontbijten. Paracetamol nemen tegen de hoofdpijn. En dan... ja. Ik heb gisteren een paar pakketjes verstuurd via jou naar de wardrobe. En dat heb ik niet laten zien, ben ik vergeten. Maar... het was heel stom, bij het inpakken, dan ga je toch nog even goed kijken. Oké, is alles echt goed aan het kledingstuk? En nou, zag ik bij de ene een haaltje. Zag ik bij de andere? Deze. Vet kut, die heb ik ooit zelf tweedehands gekocht. Zag ik een vlek op de kont zitten. Hier ergens zitten een vlek. En nog een andere vlek. Nou, dat is dus vet kut. Dus ik ga dan wel natuurlijk eerlijk diegene een bericht sturen van... Hey, ik zie dat dit aan de hand is. Wat wil je? Wil je dat ik hem annuleer? Wil je korting? Mij maakt het natuurlijk niet heel veel uit. Omdat als... Ja, tenminste, ik zou het liefst korting willen geven. Want dan verkoop ik nog iets. Maar ik ga niet iets aan iemand verkopen als diegene het niet wil. Dus ik heb die geannuleerd, die roze. En ik had een shirtje met een mini klein gaatje erin. Zo'n heel klein irritant gaatje. Wat je soms opeens in je kleding hebt. En mijn eentje zat één haaltje los. Dat was heel stom. Want er zat zo'n... Hing zo'n draadje aan. Dus ik dacht even afknippen. Weet je, dat staat wel wat netter. Toen had ik hem dus niet goed afgeknipt. Als in, ik had hem te ver afgeknipt waardoor het hele haaltje los was. Nou, toen zat er dus een klein haaltje los, heb ik ook eerlijk gezegd. Ze mocht ook korting, maar ze zei ja, weet je, stuur maar op, ik probeer het wel. Dus nu ga ik even al mijn kleding opnieuw heel goed controleren. En ik had ontdekt dat ik heel vaak neer had gezet van, oh ja, hij kan wel verzonden worden met brievenbus. Maar weet je hoe weinig er eigenlijk in een brievenbus past? Niet alle kleding kan makkelijk in de brievenbus. En dan staat er bij United Wardrobe van ja, meestal past alles van de brievenbus behalve jasjes en schoenen en zo. Nou, echt niet alle sweaters en zo passen door de brievenbus. Dus ik pak hier de 2 zakken. En dan ga ik eens even controleren of alles goed is. Mijn haar is eigenlijk best wel vettig. Echt stom. En ik had op... verzendzakken.nl of zo. In ieder geval had ik op verzendzakken had ik allemaal van die verzendzakken besteld. Dus als je een pakketje van mij bestelt, krijg je hem allemaal in een paarse zak. Dat vind ik wel leuk. Oké, ik ga even alles even controleren. Ik ga nu maar eventjes 2 paracetamol nemen en een Alif Feminax. Je mag er dus eigenlijk 2 nemen. Dus ik twijfel even of ik er gewoon 2 neem. En 2 paracetamol is wel veel, maar ja. Kijk, mijn huisarts zei ook, weet je, dit is niet heel vaak, dit gebeurt niet heel vaak. Dat je zoveel pijnstillers zomaar zelf moet nemen. En je mag 6 paracetamol op een dag. Dus dat betekent wel dat ik er daarna nog maar 2 mag. Maar ik heb liever denk ik niet zoveel pijn bij te zetten. Dan dat ik vanmiddag, als ik thuis ben, niet zo pijn heb. Oh ja, dat is wel heel fijn. Want mijn vader moet nog in Harderwijk zijn vandaag.
Dus die staat sowieso klaar als ik het laat zetten bij de uitgang, zeg maar, met de auto. En stel, ik voel me echt niet goed, dan loopt hij even naar binnen en haalt hij me even op. Dan ja, weet ik veel, als ik flauw val. Kijk, we houden wel afstand, maar als ik flauw val, dan kan hij niet echt zeggen, anderhalf meter afstand. Dus dan helpt hij me gewoon, of dan kan hij me helpen. En dan brengt hij me naar Harderwijk en dan ga ik van achter in de auto zitten, zo schuin achter hem. Ik heb er echt geen zin in. Ik zie er echt heel erg tegenop. Het is 12 uur, dus ik mag nu gaan nemen wat ik wil nemen. Wat ik moet nemen. Ik doe altijd toch weer paracetamol door midden, omdat ik het best wel groot vind om door te slikken. En het heeft niet, kijk, ibuprofen heeft vaak zo'n glad randje, maar het heeft het niet. Nou. Overdosis aan paracetamol en zo. Ik wil dat eigenlijk niet nemen, omdat het dan het gevoel op dat ik er dichterbij kom. Als ik dit heb genomen, ga ik trouwens even de vaat doen, want die hadden we gisteravond niet gedaan. En dan ga ik even douchen, dan ga ik... Dat vind ik ook dus het erg. Je moet ongesteld zijn als je laat zetten en dat ben ik dus. Dat is gewoon niet zo chill, maar... Het is gelukt. Ik heb mijn spiraal. En het deed heel veel pijn. Maar het is te overzien. Het is echt een fractie van een seconde pijn. Echt heel veel pijn. Echt dat je denkt, oh nee. En dan weet je, het gaat nog een keer. Je hoopt dat ze dan gaat zeggen, het is klaar. Maar nee, je weet niet van binnen. Die pijn moet twee keer komen. Want eerst gaan ze het opmeten. Zet ze het goed, pakt ze het uit. Zet ze het spiraaltje erin. Dus twee keer heel erg pijn. Ene bek is ook niet fijn. Maar... Het is geen hel. Het is gewoon niet chill. Ik viel gelukkig niet flauw. Ik werd ook niet misselijk. Papa heeft me lekker thuis gebracht. Ik bedoel, het is 3:15 en ik ben dan weer thuis. En ik had om 2:00 mijn afspraak. En ik zat ook al echt heel snel weer in de auto. Ik heb nu wel buikpijn. En iets in mij vindt het wel eng. Omdat ik dan denk, ja, wat nou als het niet goed zit, weet je wel. Maar dat zal wel niet. Ik ga nu lekker chillen. Ondanks dat iedereen elke keer zegt, je moet niet, gewoon, je moet echt niks doen na het laten zetten van een spiraal. Toch even mijn vlog geëdit. Ik dacht, heb ik wel leuk materiaal, maar het is best wel een leuk vlogje geworden, denk ik. Ik moet nu nog een paar beelden importeren en dan nog even de dagen erbij zetten. En dan moet het wel goed komen. Dank ik. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is bijna weekend. En dat betekent bijna weer weekend gezellig samen met Stefan. Vanavond komt zijn zusje eventjes langs, want het hebben ze ook bijna jarig. Dus dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen met visite, zeg maar. Dus we doen het eigenlijk één voor één of één voor... Ja, zijn zusje komt dan alleen. Zijn ouders komen op zijn verjaardag zelf. Zo gaan we het gewoon een beetje hoe zeg je dat? Ja, verspreiden. We houden natuurlijk afstand. Ik word een beetje beu om het elke keer te zeggen. Maar ik ben gewoon bang dat mensen tegen mij gaan zeggen van... Goh, het kan niet en je moet afstand houden. En dat doen we ook echt. Wat ik nu ga doen is een beetje de slaapkamer opruimen. En de woonkamer opruimen. En dan ga ik daarna nog even wat dingetjes halen in de stad. En mijn outfit... Oh ja, hoe het gaat met mijn buikpijn. Gisteravond had ik nog echt wel wat buikpijn. Nu heb ik meer gewoon... Ik weet niet, een beetje gek gevoel in mijn buik. Zo kan ik het best beschrijven, denk ik. Ik ga zo meteen even lekker een muntteetje nemen. Weet iemand hoeveel water je zo'n plant moet geven? Want volgens mij heeft hij echt veel water nodig. En ik heb hier nog 3 pakketjes liggen. Die ga ik vandaag ook even versturen. Hoi, het is vandaag zaterdag. Welkom bij de nieuwe dag. Stef en ik, het is al echt 7:00. Maar Stef en ik zijn even alles lekker aan het opruimen. Even weer een beetje een soort grote schoonmaak, maar dan in de kastjes en zo. Dus ja. Wij hebben net boodschappen gedaan. En ik dacht, misschien is het wel interessant voor jullie als ik laat zien wat we hebben gekocht. Nou, Hugo, want daar heb ik zin in van vanavond. Stokbrood. Melk. Volkoren wraps. Taco poeder. Sla. Broccoli. Hummus. Courgette. Paprika. Vlees-Amerikaan in de aanbieding. Altijd chill, want vlees-Amerikaan is niet zo heel goedkoop. Maar als je dan
als die tot morgen houdbaar is en willen morgen nemen, dan is dat niet erg. Dat was tas 1. Bolletjes. Saus, pakketje dingetjes. Deze vind ik altijd heel chill. Zou ik nu moeten samenwerken. Pannenkoekbeslag. Een nieuwe keukenschaar. Persinesappels. Sinaasappelen is het eigenlijk, volgens mij. Ongezouten roomboter. Zwitserse Gruyère kaas. En een emmentaler voor kaas van nu vanavond. Ananas voor in mijn yoghurt. Nog meer ananas voor in mijn yoghurt. Olijfjes. Olijfjes en olijfjes. Maar dit is voor in de 100 gram had ik nodig. Oh. Ja. Goed gekocht. En we hebben nog wc-papier meegenomen. Dus dit is het allemaal. En dat is er. Ik ben bijna aan. Hij kan daar. Lekker kaas van duur. Het is weer echt een super slechte weekvlog geworden eigenlijk, maar ja, ik weet ook niet. Ik had gewoon een beetje een rare week met heel veel zenuwen voor dat spiraaltje te laten zetten. En uiteindelijk was ik daarna ook best wel, het heeft best wel veel pijn daarna. Maar ik laat vandaag nog eventjes zien wat ik ga doen. Het is vandaag zondag. Waarom is het hier zo nat? Oh, hier staat ik. Ik ga even een broodje met Vlaamse kent maken. Stefan is naar Jori, vriend van ons. Deze gaat dichter, want dat maakt wel wij. En we hebben vandaag, tenminste Stef heeft vandaag het glas weggebracht en de afval weggebracht. Het afval. En hier stond een hele grote doos met, echt een zootje, met oud papier en is ook weg. Dus dat is super chill. En ik ga nu even lunchen. Ik heb mijn pyjama nog aan, echt heel erg. Lunchen. En dan ga ik eventjes naar school en even douchen zo meteen natuurlijk. Kijk hoe schattig, we hebben nieuwe kaarsjes. Oh ja, wat lijkt jullie leuke kussentjes voor op deze bank? Mij lijkt het dus leuk om een beetje deze kleur kussens te doen. Maar Stef wil geen roze. En dan wil hij wel blauw. Ik ben in een soort verslaving terechtgekomen van kleding willen verkopen en daarvan af willen zijn ofzo. Op een of andere manier hecht ik ook helemaal geen waarde nu aan mijn kleding. Dat ik denk, ja ga maar, go your gang, leef je leven. Ik zit hier ook weer met allemaal kleding die ik eigenlijk wil verkopen. En dan test ik het wel even bij Stef, want ik had een shirtje verkocht van Lofies met streepjes. En ik dacht dat hij die helemaal niet zo erg leuk vond. Dus ik zeg, oh, ik heb ook deze verkocht. Heb je die verkocht, zegt hij. Ik zeg, ja. Ik dacht dat hij die kinderachtig vond staan bij mij. Maar oké, hij vond het blijkbaar leuk. Maar aan de andere kant, ik moet ook niet zoveel waarde aan hechten. Want dat heb ik heel erg lang gedaan. En ik krijg gewoon best wel vaak kleding. Dus ja, waarom zou ik er waarde aan hechten, snap je? En voor nu, ik heb trouwens deze even lekker aangedaan. Is het gewoon chill als ik veel dingen kan verkopen. Ik heb wel een paar dingen ook aangetrokken om te checken of ik het echt wel weg wil doen. Want bijvoorbeeld één jumpsuitje daarvan dacht ik dat ik die helemaal niet paste, maar die paste ik wel. Die doen we niet weg natuurlijk. Ik had mijn vlog nog niet afgesloten, maar het is nu 11:45 en we lagen eigenlijk al in bed. Maar ik heb echt super veel krampen in mijn spiraal. Echt ook in mijn rug en in mijn benen. Ik heb überhaupt niet zo heftige menstruatiepijn, dus daar is het ook niet echt mee te vergelijken. Dus ik ben het ook niet echt gewend. Maar toch, ik pak even mijn camera erbij. Zoals je hoort staat er nu kaart waterkoker aan. Ik heb 2 olieven genomen. Ik ga nu een kruikje maken. En dan ga ik eens proberen te slapen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.